Goedemorgen en welkom bij de Kabeldak Bijen, de dak bijen. Ze zijn er weer. Laatste keer zo voor de winter. Want het is klaar voor 1 oktober willen we alles klaar hebben. Want het kan in oktober opeens weer dalen met de temperaturen. We hebben nu al 's ochtends 10 graden. En dan zie je meteen dat de bijen dus binnen blijven. Veel energie in de kast verbruiken. Maar natuurlijk ook niet zo ver meer kunnen vliegen. En het voer, als ze nog zouden willen voeren of nectar, dat slaan ze niet meer op. Ze kunnen het vocht er niet meer uithalen. Wel deels, maar niet zoveel meer. Dus nu moeten we zorgen dat er voldoende voer in zit. Zorgen dat het volk klaar is. Natuurlijk even checken of ze wel gezond zijn. We kunnen niet heel veel meer doen. Geen koninginnen meer aanmaken. Dat wordt pas volgend jaar weer. Dus ze moeten het helemaal zelf gaan doen. We gaan in de kast kijken. En hopen dat alles goed is. Zo, ik heb de beroker er even bij gepakt. Want met dit stabiele weer, geen onweer in de lucht, geen regen in de lucht, zijn ze meestal heel rustig. Maar het is nog 's ochtends vroeg. En 's ochtends en 's avonds is het net lekker om toch nog eventjes een klein beetje rook te gebruiken. Dan zijn ze net nog even wat rustig. Maar je merkt met stabiel weer. Ook gisteren was het heerlijk mooi stabiel weer. Nou, al die bijen zaten rustig in de kast waar ze vaak. Je ziet wel op de video dat ze bovenop me komen. En zo zie je maar. Elk volk is in principe rustig. Maar de omstandigheden bepalen ook vaak het gedrag. Nou, volgens mij kennen we dat als mensen ook. Maar laten we eens even gaan kijken hoe het hiervoor staat. Als het goed is, zit er voldoende voer nu in het volk. Daar hadden we al voor gezorgd. Maar we hebben nog vandaag een dag. Ik heb altijd een reservedag nog, zeg maar. En dat is vandaag. Nou, we hebben hier sowieso al zo goed als 3 ramen voer. Nou ja, nu is de vraag, zit er niet genoeg te veel voer in de kast? Dat kan natuurlijk ook, hè. Dus we moeten nog even op zoek gaan naar broed. Nou, hier hebben we prachtig broed. Zowel open broed als sloten broed. Dus we hebben weer larfjes. Dat hebben we al meteen. Dus dat is al heel goed. Met een rand voer erboven en nog ruimte om te leggen. Nou, top. Gaan we verder kijken. Hier hetzelfde verhaal. Geen larfjes, maar wel ruimte om te leggen. Je ziet het, ik hoef ook die dingen niet helemaal, de frames niet helemaal uit het volk te halen. Beetje gladde vingers. Kijk eens. Ramen broed, perfect. Ziet er goed uit. Het ruikt goed, het ziet goed. We zien druifmeel, we zien nectar. En zoals ik het nu al zie, is dit volk prima. Laten we die lekker met rust. Ook hier weer broed, broed, broed. Koningin kan leggen. Legt dat nog, zo te zien. Nog een enkele dar. De meeste darren zijn er al uit. Die zijn niet nodig in de winter. En in de winter gaan ze, als het koud is, op de tros zitten. Koningin in het midden. Bijen eromheen. Voedsel naar de koningin toe brengen. En de binnenste bijen. Buitenste de bijen gaan langzaam dood. En in het voorjaar blijft er een clubje over die het weer moet gaan doen. De bijen houden dus in de winter de koningin levend. En daarnaast houden ze ook de koningin warm en het broed warm. Want de eitjes die gelegd worden, moeten ook warm worden gehouden. Nou, genoeg voer. Daar gaan we niks meer mee doen. Deze kunnen we hier neerzetten. Dus dat is mooi. Dat gaan we ook doen. We hoeven niet de hele boel langs. En we verstoren verder niet het volk qua indeling. Nou, dat was hem al. Ik ga snel zo naar de volgende. Ik hoop zo dat jullie mee kunnen kijken. Dat de maaier hier om de hoek niet te veel herrie maakt. En nou, misschien dat de camera iets hoger zet. We zullen zo kijken. Tot zo. Nou, spannend. Hoe ziet de volgende kast eruit? Daar staat natuurlijk een honingkamer op die we gebruiken als extra ruimte. Want het was zo vol vorige keer. Dat dat wel nodig was. We gaan eens kijken hoe het er nu voor staat. Kijk eens. Een volle bak met bijen. Beetje rook eroverheen. Koninginrooster is weg. Dus het kan zijn dat de koningin dus ook hier bovenin kan komen nu. Hè? We gaan even kijken hoeveel voer hier in de bak zit.
We hebben het lekker vol laten lopen. En deze bijen hebben ook genoeg om de winter in te gaan. Dat is wel leuk, want je hoort misschien wel eens van... Oh jee, de honingkamer zit vol met voer en er zit niks in de broedkamer. En dan krijg je fantastische reacties van imkers. Oh, dat kan niet, het moet ook in de broedkamer zitten. Luister, die bijen slepen alles naar boven toe en slaan het daar op. Als de bijen in de winter voer nodig hebben en de kou wordt, gaan ze op die trots zitten op het voer. Dit is allemaal aangesloten voer. Als het warmer wordt, kan de koningin weer gaan leggen. Kan ze in de ruimte doen, dus ook in de honingkamer. Dus maak je niet druk. Zorg voor voldoende voer. Nou, dat zit hier absoluut in. Dus dat is geen enkel probleem als dat in de honingkamer zit. En als dat vol is, zullen ze nog wat in de broedkamer opslaan. Maar je hoeft niet een honingkamer eronder te zetten of dat ze het voer naar boven brengen. Het voer zit er al boven. Haal de koninginrooster weg. De bijen hebben dat namelijk zelf geregeld. Dus dan zou jij de honingkamer onderzetten. Zodat ze het voer naar boven brengen. Terwijl het voer al naar boven gebracht is. Het enige is wel dat er dus broed op een gegeven moment in je honingkamer terecht kan komen. Ja, dat is zo. Dan moet je in het voorjaar daar wat aan doen. De koningin kan hier nu ook in zitten. Maar ik hoef geen koningin te zoeken in de honingkamer. Dus we gaan weer een camera een stukje lager. Kijken of ik hem iets hoger kan houden. Dat je de raam misschien iets beter ziet. Beetje rook, want ze zijn wat drukker. Niet heel druk hoor, maar... Dan blijven ze een beetje beneden. Zo, nou, je zag het net al. Het zat in de honingkamer vol met bijen. Je ziet een paar hier op het randje. Ze zitten een beetje in de weg. Die vraag ik ook eventjes met een beetje rook om naar beneden te gaan. Als het goed is, hebben we hieronder dus niet zo heel veel voer. Nu, geen probleem. Dus, geen enkel probleem. We zien wel lekker veel broed al. Koningin heeft alle ruimte om te leggen. Top. In de honingkamer zit één keer bijgevoerd met suikerwater. De rest is allemaal wat ze nog hadden gehaald. Hebben wij minder honing, maar hebben de bijen meer. Normaal gesproken doe ik het op een andere manier, laat de broedkamer vollopen. Maar het was hier dus zo vol met bijen. Dat als ik hier de honingkamer had weggehaald en de boer had teruggebracht naar alleen maar de broedkamer, dan was het al heel vol geweest en hadden we problemen gehad. Heb ik dus niet voor gekozen. Bij de meeste volken kan dat wel. Dit jaar twee volken waar het niet kon. Nou, hier dus een beetje voer, hè? Zo ziet het, een beetje voer. Want de rest zit bovenin. Dit is helemaal goed. Die bijen snappen het heus wel. Een aantal dingen kunnen we helpen, want ja, als je eenmaal ingrepen doet in een volk, moet je vaak meerdere ingrepen doen. Want houd je dieren, het is al een dieren houden, dan moet je natuurlijk ook... Ja, als je eenmaal ingrijpt, moet je in blijven grijpen. Hier is het helemaal goed. Er lopen een paar te wapperen tegen mijn kap aan. Ze wapperen zo hard dat ik een hele koude neus krijg nu. Je mag even van elkaar wachten, zo. Ik vind jullie heel gezellig, maar om nou een koude neus te krijgen. Ook hier broed, ziet er prima uit. Lekker, je ziet ook heel veel bijen, hè? Nou, dat is dus de reden waarom die honingkamer erop staat. Heel veel bijen. Nou, in de winter komt een heleboel bij kou op een tros te zitten. Gewoon hier middenin. Bijen eromheen. En de buitenste bijen geven voer. Door naar de binnenste bijen. En de bijen gaan zo dan door de kast heen. Je kan in de winter, als je een keer gaat kijken, ook op de vliegplank, als je erin hebt zitten, eigenlijk aan alle afval van het openkouwen van de zegeltjes zien waar ze in de kast zitten. Dat is wel leuk. Dat is voornamelijk als het koud is, hoor, dan zie je pas goed. Als ze in de hele kast zitten, zie je gewoon stroken. Ook dit weer ziet er gewoon goed uit, ik hoef ze niet eens uit te halen. Kijk nog even de laatste na. Maar we hebben al gezien, de honingkamer zit helemaal vol. Maar goed, ze zitten dus op dit ros, koningin warm houden. Maar ook als er koningin weer gaat leggen. Hè, na de kortste dag gaat ze weer leggen. Dan moet dat broed natuurlijk ook warm gehouden worden. Nou, doen die werkt ze dus ook allemaal. Kost energie. En daar heb je dus bijen nodig. Nou.
Er zijn hier twee dingen waar wij deze volle kast in de gaten moeten houden. Hier zitten heel veel bijen in. We gebruiken dus heel veel voer. Nou, we hebben een complete honingkamer aan voer. Die zat helemaal vol. Als ik dat zou slingeren, zouden we een emmer van 15 kilo helemaal vol hebben. En ik zie het laatste raam. Het zit ook nog vol met voer. Dus ze hebben hier meer dan genoeg. Kunnen hier prima mee de winter in. Op deze manier ook. We laten ze ook lekker met rust. We gaan hem dicht doen. En we zeggen adieu paraplu. We wensen alvast een fijn kerst. Want we laten ze met rust. Welke dingen kunnen nog vervelend zijn voor een volk? Vuurwerk. Vuurwerk kan heel vervelend zijn. Dan kunnen ze zo van schrikken dat ze met de tros van het voer loskomen. En nog een paar dingen. Goed, dat was hem. De dakbijen zijn weer klaar voor de winter. En nou, ze gaan zo lekker naar binnen toe. Alles staat goed. Ik zet deze nog eventjes dicht. Zo. En dan is het oké. Okay. En dan mogen ze gaan. En we hopen dat ze het gaan redden. Hier in Alphen aan de Rijn bij de dakmakers. Kabeldak. Dag.